En de gedachte die er is, is dat er een algemeen verkiezingsprogramma komt voor het lokale netwerk. Dat heeft dus betrekking op een aantal kieskringen, maar dat wij er op ons toe zullen leggen om bij wijze van spreken een 10-puntenplan te produceren. Het kan ook een 5-puntenplan zijn, een 8-puntenplan, waarin kort en bondig de doelen voor de komende periode worden geformuleerd. En die zijn lokaal geënt. Alles. Gefeliciteerd met je verkiezing tot lijsttrekker. Ja, dank. Ontzettend blij mee. Vorige periode als vice-fractievoorzitter begonnen ooit, 7, 8 jaar geleden. Toen fractievoorzitter en nu als lijsttrekker voor de VVD actief. Daar ben ik ontzettend blij mee en ga graag de uitdaging aan. En er worden 4 mooie jaren, maar eerst de campagne. En daar heb ik dan de mogelijkheid om als lijsttrekker voor de VVD aan de slag te gaan. Een echte verrassing was het niet, denk ik. Daar had meer competitie in kunnen gaan zitten. Ik moet zelf zeggen, ik had nog wel verwacht een paar maanden geleden, komen de tegenkandidaten. Dat had heel leuk geweest en had zo kunnen zijn. Heeft zich niet voorgedaan. Houdt in dat er veel vertrouwen is en dat de VVD eensgezind is. En zich schaart achter de keuze van het bestuur om mij voor te dragen. En ja, daar ben ik heel blij mee. En beschouw ik ook echt als compliment voor de dingen die we de afgelopen jaren hebben gedaan en hebben laten zien. En dat ga ik met beide handen aan. De fractie van de VVD telt 4 personen. Willem Laupatti, Edith van der Ham, Arjen Maathuis en ondergetekende. En gelet op de ontwikkelingen, ook landelijk, maar ook de manier hoe we politiek bedrijven in Almelo, gaan we zeker voor een uitbreiding van het aantal zetels. En het is aan de kiezer om te bepalen hoe groot dat mag worden. Ik...